BNP Paribas Fortis stelt voor. Ik wou eigenlijk eens zien wat er zou gebeuren als ik bepaalde dingen die er gebeurden in de wereld in het kader van kindermishandeling zou plaatsen in onze samenleving, in de westerse samenleving. Gaande van kindhuwelijken tot kinderarbeid tot kindsoldaten in Oeganda en zien wat er zou gebeuren als ik dat allemaal in één verhaal zou steken. Dus het geeft een resultaat dat een beetje absurd kan lijken, maar het zijn wel degelijk dingen die gebeuren in de wereld. Het is belangrijk om aandacht aan te hechten. Dat is de advocaten in jou die spreekt. Misschien een beetje beroepsmisvorming, maar misschien ook niet. Ik bedoel, de mens ook, ja. Ik denk dat we allemaal wel bezig zijn met bepaalde dingen die er gebeuren. Maar het probleem is dat we er soms niet genoeg aandacht aan hechten, omdat we... Het is een beetje een ver van ons bedshow. Het gebeurt ergens anders en het gebeurt in een bepaalde context van cultuur of een religie. Dat niet altijd juist is, die rechtvaardiging. Maar ik snap het, ik doe het ook, maar toch het zijn dingen die gebeuren die niet echt aanvaardbaar zijn eigenlijk en waar dat we meer aandacht aan moeten hechten. En we hadden dus eigenlijk alleen maar de wildcard. We hebben een klein productiebedrijfje in dat kader moeten oprichten. Daardoor hebben we een klein bedrag van taxshelter kunnen ophalen, maar ook niet zoveel omdat we in het buitenland waren aan het filmen. Maar het blijft een film met heel weinig budget en vooral heel veel mensen die wouden een film maken. Die er zin in hadden en allemaal voor hetzelfde doel gegaan zijn. En voilà. Ik wist dat we zo gingen werken, ik wist dat we met één lens gingen werken. Met weinig licht, dus we wisten dat het mogelijk was. Maar dus het budget heeft ons niet genoodzaakt om zo te werken. We wisten op voorhand hoe dat we wilden werken. En we hadden een budget en we hebben gezegd, oké, hier kunnen we wel een langspeelfilm mee maken. Ik denk niet dat het uitmaakt welk budget dat er is geweest. Want er zijn films gemaakt geweest die voor veel minder geld zijn gedraaid geweest. En die een enorm commercieel leven hebben gehad. Heel veel klassieke voorbeelden. Maar mijn film is, buiten het feit dat hij weinig geld heeft gekost, is heel breekbaar en fragiel in het verhaal al sowieso. En ik denk, als publiek moet je daarvoor openstaan. En commercieel natuurlijk wil je graag dat iedereen je film ziet. En als er zalen klaar staan om mijn film te vertonen, dan welkom ik hun bij open armen. Maar we zijn daarmee bezig met distributie te zoeken. Maar we zullen zien wat er uit de bus komt. En het is niet zeker dat dat gaat gebeuren. Maar ik vind dat dat los, onafhankelijk is van het feit of dat weinig geld heeft gekost. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.